Van december tot en met februari 2023 organiseren we in de Tijdlab het programma Deze en Gene Zijden. En dat gaat over dood- en rouwcultuur in Tilburg. In de Tijdlab onderzoeken we immaterieel erfgoed. Dat doen we samen met de bibliotheek en het Stadsmuseum Tilburg. We kijken naar de geschiedenis, maar we halen ook op verhalen van Tilburgers van nu. Dat vinden we belangrijk, want het gaat over identiteit, het gaat over erfgoed en het gaat over hedendaagse thema's. Ik vind de dood eigenlijk wel een mooi thema voor de donkere wintermaanden. Het is toch een beetje een tijd van stilstaan, een beetje terugkijken en reflecteren. En ik wil graag op zoek naar de verhalen van Tilburgers uit de stad, maar ook uit de dorpen. Ik wil op zoek naar oude rituelen en nieuwe gebruiken. Wat was er hetzelfde als vroeger, maar wat is er ook nieuw? De komende maanden kun je in de Tijdlab persoonlijke verhalen terugvinden van Tilburgers die vertellen over de dood en hun manieren van gedenken. Je vindt er bijzondere voorwerpen uit de collectie van het Stadsmuseum Tilburg. Je kunt meelopen in de rouwstoet van koning Willem II op weg naar zijn graf in Delft. Je kan meedoen met het programma. We hebben een lezing over rituelen. We hebben wandelingen over begraafplaatsen. Dus ik hoop jullie daar te zien.